Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel, van Genesis 1 tot Openbaring 22. We lezen vandaag verder uit het boek Zachariah. In hoofdstuk 7 begint eigenlijk het tweede deel van dit Bijbelboek. Het is bij veel christenen ook onbekender dan de eerste helft. Toch is hoofdstuk 7 geen moeilijk gedeelte. Net als in hoofdstuk 8 zien we hier dat Gods profeten niet alleen over toekomstige dingen spraken, maar ook een boodschap voor hun eigen tijd hadden. Zij gaven antwoorden op vragen die het leven van dat moment raakten. Zachariah 7 en 8 vormen de overgang van het gedeelte met de nachtelijke visioenen naar het gedeelte met allerlei profetische voorzeggingen. Het is inmiddels het vierde jaar van koning Darius en twee jaar geleden dat de profeet Haggai voor het eerst optrad. Sinds twee jaar wordt er weer ijverig gewerkt aan de tempel en ook al is die nog niet klaar, hij krijgt wel steeds meer vorm. Overal dringt het bij de Joden door dat de Heer naar zijn volk heeft omgezien. Niet alleen door hen terug te brengen naar Jeruzalem, maar ook door weer met hen te spreken via zijn profeten. Dat alles maakt dat mensen ook gaan nadenken over hun eigen geestelijk leven. De vraag komt op of zij zich moeten houden aan het oude gebruik om jaarlijks in de vijfde maand te vasten. Ook in drie andere maanden had men zich aangewend om te vasten. Het gaat in deze gevallen niet om de vaste dagen die in de wet van Mozes waren voorgeschreven, maar om momenten die te maken hebben met de belegering en de verwoesting van Jeruzalem 70 jaar geleden. Al 70 jaar lang onderhield men deze vier vaste dagen. En nu kwam de vraag of men ermee door moest gaan. Of het tijd was om te stoppen. Het was immers duidelijk dat de Heer genadig was en zich weer bemoeide met zijn volk. En de redenen om te vasten waren eigenlijk achterhaald. God geeft antwoord via Zacharia. Een antwoord waarbij speciaal de priesters worden aangesproken. Zij moesten het volk immers onderwijzen uit de wet van God. De Heere antwoordt met een wedervraag. Hebben jullie dat vasten wel van harte voor mij gedaan? zegt hij. Het is een vraag waarop het antwoord eigenlijk wel duidelijk is. Deze vaste dagen waren door de mensen zelf bedacht. En ten diepste hadden de mensen er meer hun eigen belang dan Gods belang mee op het oog gehad. We gaan verder over dit onderwerp uit Zachariah, hoofdstuk 7. In de vorige uitzending zijn we al ingegaan op het antwoord van de Heeren via de Profeet Zachariah. Om het verband vast te houden, beginnen we in deze uitzending met Zachariah 7, vers 4 en 5. Het antwoord dat Zachariah de delegatie uit de stad Bethel moet geven is opvallend. Twee jaar wordt er nu al voortvarend gewerkt aan de herbouw van de tempel. En al is de tempel nog niet klaar. De contouren van de tempel worden steeds duidelijker zichtbaar. Daar zal de Heer weer wonen bij zijn volk om aan hen Zijn liefde en genade te betonen. Juist die veranderde situatie ten aanzien van de stad en de tempel roept de vraag op die in Zachariah 7 wordt gesteld en beantwoord. In de vorige uitzending stonden we al even stil bij de vragen rondom de woorden die we in vers 2 lazen. Namelijk: de Joden uit de stad Betel stuurden een delegatie onder leiding van Sarezer en Rehemel naar de tempel van de heren van de hemelse legers in Jeruzalem om de gunst van de heren af te smeken. Hoort de naam Betel bij de naam Sarezer? zodat een zekere betel-sarrezer regemelecht naar Jeruzalem heeft gestuurd. Hebben we te doen met een delegatie uit Betel en moeten we dan denken aan mensen die tijdens de ballingschap zijn achtergebleven of aan mensen die uit de ballingschap zijn teruggekeerd? Of moeten we denken aan Samaritanen of aan mensen uit Galdea, zoals oude Joodse Bijbeluitleggers dat doen? We weten het niet en voor het begrijpen van Zachariah 7 is het niet doorslaggevend. De delegatie legt hun vraag voor aan de priesters en de profeten. Zij willen weten of zij zich moeten houden aan het oude gebruik om jaarlijks viermaal te vasten, zoals ze dat nu al zo lang deden. De Joden in betal hebben geen moeite met het vasten in het algemeen, bijvoorbeeld op de Grote Verzoendag maar met het vasten in de vijfde maand, zoals ze dat al jarenlang deden. Maar uit vers 4 blijkt dat de heren precies weet wat zij bedoelen. Zachariah 7 vers 4 en 5 Dit was het antwoord dat de heren hun via mij gaf. Zeg tegen het volk en de priesters, tijdens die zeventig jaar van ballingschap, toen u vastte en rouwde... In de vijfde en zevende maand. Hebt u dat toen wel van harte voor mij gedaan? De woorden: Zoals zij nu al zo lang deden, blijkt een periode van zeventig jaar te zijn. En uit Zachariah 8, vers 19 blijkt dat het om vier vaste dagen per jaar gaat. Daarbij gaat het niet om vaste dagen die de Heer in de wet van Mozes heeft laten vastleggen, maar die te maken hebben met het beleg en de verwoesting van Jeruzalem, onderhand zeventig jaar geleden. Het zijn vier vaste dagen die jaarlijks terugkeerden. Het vaste in de tiende maand heeft te maken met het begin van het beleg van Jeruzalem door Nebuchadnezzar. De vaste dag in de vierde maand is verbonden met de dag dat de eerste bres in de stadsmuur werd geslagen en in de vijfde maand werd de tempel verwoest. En tenslotte, in de zevende maand werd Gedalia vermoord. Hij was door Nebukadnessar tot gouverneur benoemd. Al deze vastedagen hadden de Joden zelf ingesteld. God had hen er niet om gevraagd. Maar uit het antwoord van de heren blijkt dat zij het vaste niet voor de heren hadden gedaan, maar voor zichzelf en hun eigen belangen. Zachariah 7 vers 5 tijdens die zeventig jaar van ballingschap, toen u vastte en rouwde in de vijfde en zevende maand. Hebt u dat toen wel van harte voor mij gedaan? De Heere geeft een antwoord en gebruikt daarvoor de profeet en priester Zacharia. Maar het antwoord van de Heere heeft geen particulier karakter, alsof het alleen maar voor de vragenstellers zou gelden, nee, het is een antwoord waar het hele volk zijn winst mee kan doen. Het is ook een antwoord dat speciaal onder de aandacht van de priesters wordt gebracht. Zij moeten immers het volk de wet van God leren. Waarschijnlijk is het antwoord niet direct het antwoord dat de delegatie graag wilde horen. Want het antwoord is in feite een tegenvraag. De Heere vraagt. Toen u vastte en rouwde in de vijfde en zevende maand, hebt u dat toen wel van harte voor mij gedaan? Met grote klem wordt het antwoord in vers 6 herhaald met de woorden: Zelfs nu, op uw heilige feesten, denkt u niet aan mij, maar alleen aan lekker eten en drinken. Schokkend, verdrietig en confronterend. Als de Heere dit aan zijn volk en kinderen moet vragen. Ik hoor er het verdriet in, wat de Heer als God en vader van zijn volk Israël verwoordt in Hosea 11, waar we lezen: Toen Israël nog een kind was, hield ik ervan als van een zoon, en haalde ik het volk uit Egypte. Maar hoe meer ik haar riep, des te meer rebelleerde zij, bracht offers aan Baal. En brandde wierook voor gesneden afgodsbeelden. Ik heb haar leren lopen. Ik hield haar in mijn armen. Maar zij wilde niet erkennen dat ik het was die haar genas. Zoals een mens zijn lievelingsrunt leidt, zo leidde ik Israël met banden van liefde. Ik tilde haar juk op als ze tegen de kaken drukte. Ik boog mij naar haar over en gaf haar te eten. Mijn volk zal terugkeren naar Egypte. Ze worden naar Assyrië weggevoerd, nu ze niet naar mij willen terugkeren. Er zal oorlog woeden in hun steden, hun vijanden zullen door hun poorten breken en hen vertrappen in hun vestingen. Zij zijn vast besloten van mij te blijven afdwalen. Zij worden geroepen, maar niemand van hen staat op. Israël. Hoe zou ik u ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik u ooit kunnen laten gaan? Zou ik u aan uw lot kunnen overlaten, zoals Adama en Seboim? Mijn hart keert zich in mij om bij deze gedachte. Ik verlang er hevig naar u te helpen. Nee, ik zal u niet zo zwaar straffen als mijn woede mij ingeeft. Ik zal Israël niet verder vernietigen. Want ik ben God en geen mens. Ik ben de heilige God die bij u woont en ik ben niet gekomen om te verwoesten. Het volk zal achter de heren aangaan. Ik zal brullen als een leeuw tegen hun vijanden en bevend zal mijn volk terugkeren uit het westen. Als een zwerm vogels zullen zij uit Egypte komen aanvliegen en als duiven aanwieken uit Assyrië. Ik zal hem veilig naar huis brengen, belooft de Heere. In Hosea 11 gebruikt de Heere woorden en beelden die telkens weer doen denken aan woorden uit Psalm 103. De Heere ziet zijn volk als een vader die zijn zoon helemaal de verkeerde kant op ziet gaan. Hij ziet hem verloren gaan. In die situatie doet vader nog één keer een appel. Op het hart van zijn zoon, door hem te herinneren aan het verleden. In Zachariah 7 vraagt de Heere: dat vasten en rouwen, hebt u dat toen wel van harte voor mij gedaan? In de vraag van de Heere ligt ook de vraag: Was er ten diepste wel verschil tussen jullie vasten en jullie eten en drinken? Deden jullie dat niet allebei voor jezelf? Luisteraar. Zo is het vandaag nog. Een mens kan eten en drinken te ere van God, maar kan het ook doen tot genot van zichzelf. Zo kan het met vasten ook zijn. Doet een gelovige het voor de heren of alleen uit eigen belang? God heeft wel gezien hoe en wanneer zijn volk vastte. De heren weet het precies. Zeventig jaar lang in de vierde, vijfde, zevende en tiende maand. Ze hoefden de heren echt niet te vertellen dat zij vier maal per jaar vasten. Maar dat betekent nog niet dat de heren er genoeg in heeft en er blij van wordt. De Israëlieten hebben niet gevast omdat ze de verwoesting van Jeruzalem zagen als een goddelijke straf voor hun ongehoorzaamheid en zonde en zich geroepen voelden zich te verootmoedigen, boete te doen en zich te bekeren. Nee... Ze hebben gevast om op die manier de Heren tot medelijden te bewegen. Ze hebben zich van eten onthouden uit verdriet over het verlies van de tempel, Jeruzalem en het beloofde land, in de hoop zo het medelijden van de Heren te winnen. Maar zo werkt dat bij de Heren niet. De Heren zegt als het ware: Ik heb het vaste wel gezien, maar ik wist niet dat jullie dat voor mij deden. Wat een ontmaskerend antwoord. Het zet een mens stil bij de vraag: En hoe is dat met mij? Hoe ben ik bezig in de dienst van de Heer? Voor wie doen u, jij en ik het eigenlijk? Dat vraagt de Heer wel meer. Aan die Farizeer in de Tempel, die ook gevast had. In Lucas 18: Voor wie vastte deze Farizeer? De Heere vraagt het aan de oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon in Luca's 15, die zich al die jaren voor zijn vader had uitgesloofd. Had hij zich echt voor zijn vader uitgesloofd? Voor wie zijn wij druk in de kerk, de gemeente van Christus, in Gods koninkrijk? De Heere vraagt het ook aan ons: doet u dat voor mij? Was er in ons schuldbeleiden, in ons bidden. Ons bezoeken van de erediensten, het geven van onze gaven, onze dagelijkse levenswandel en verlangen naar vernieuwing, iets voor de Heren? De Heren vraagt: Deed u dat voor mij? Was er echte verodmoediging voor Gods aangezicht, omdat u, jij en ik de Heren verdriet hebben gedaan met onze zonde en ongehoorzaamheid? Waarom? Omdat de Heer het zo waard is. oprecht gediend en geprezen te worden. Liefde die als eerste aan zichzelf denkt. is geen liefde, maar eigenbelang. Helaas kunnen wij mensen onszelf bedriegen. in onze godsdienstige handelingen. zoals we dat lezen in Matthäus 7, vers 21 tot en met 23. Waar de Heer Jezus zegt: Niet alle mensen die Heeren tegen mij zeggen. Komen in het Hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn Hemelse Vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen mij zeggen: Heren, wij hebben in uw naam geprofiteerd, heren, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen. Maar ik zal hun antwoorden: Ik heb u nooit gekend, ga weg. U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan. Doet u het werk in Gods Koninkrijk voor God? De apostel Paulus schrijft in 1 Corinthians 10 vers 31 Wat u ook doet, doe het tot eer van God, ook het eten en drinken. Wees geen struikelblok voor joden, heidenen of gelovigen. Ikzelf maak het iedereen in alles naar de zin. Het gaat mij niet om mijn eigen belang, maar om het belang van heel veel mensen. Want ik hoop dat ze allemaal gered zullen worden. Zachariah 7, vers 7. Vele jaren geleden, toen Jeruzalem een welvarende stad was en haar zuidelijke voorsteden op de vlakte dicht bevolkt waren, waarschuwden de profeten hun dat deze houding zou leiden tot hun ondergang. En dat is ook gebeurd. Uit vers 7 blijkt dat het voorgaande niet het enige antwoord is dat de Here geeft. In vers 7 herinnert de Here het volk aan de woorden die hij gesproken heeft bij monden van de vroegere profeten. God zelf herinnert zijn volk eraan dat zij geen nieuwe openbaring nodig hebben. Lang voor de ballingschap, toen Israël nog in alle rust woonde in Jeruzalem en andere steden in de tijd toen ook de Negev-woestijn en de vlakte in het zuidwesten nog door Israël werden bewoond, toen had de Heren al gesproken over deze dingen. Daarom hebben zij geen nieuwe openbaring nodig. Want Gods eigen woord geeft antwoord op hun vragen rond het vasten. Zij kunnen de antwoorden vinden in de psalmen en bij de profeten. Daar spreekt God over het vasten dat hij graag ziet. En zoals een leraar doet bij leerlingen die niet al te best opletten, zo doet de Heere hier ook. In Zachariah 7, vers 8 tot en met 10 geeft God Zachariah de opdracht om nog maar eens kort samen te vatten wat de Heere bedoelt met een leven voor zijn aangezicht. Dat is een leven in overgave en toewijding aan de Heere en zijn dienst. Een leven in een nieuwe gehoorzaamheid en een levenswandel in overeenstemming met Gods woord en getuigenis. Ook de apostel Paulus schrijft erover in Romeinen 12, vers 1 tot en met 3, waar we lezen: Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden, te meer omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Als Gods boodschapper zeg ik tegen ieder van u. Beoordeel uzelf eerlijk en denk niet te hoog van uzelf. Bepaal uw eigen waarde naar de mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt. Zachariah 7, vers 7 Vele jaren geleden, toen Jeruzalem een welvarende stad was en haar zuidelijke voorsteden op de vlakte dicht bevolkt waren, waarschuwde de profeten hun dat deze houding zou leiden tot hun ondergang. En dat is ook gebeurd. De Israëlieten waren hun oprechte verlangen naar een liefdevolle relatie met God kwijtgeraakt. Zachariah had hen in opdracht van de Heeren verteld dat zij hadden gevast zonder de juiste houding van berouw of lofprijzing. Zij vasten en rouwden tijdens hun ballingschap zonder aan God te denken of aan hun zonde. Hun zonde hadden de ballingschap veroorzaakt. Een van de Bijbelgedeelten die de uiterlijke godsdienst van de Israëlieten aanklaagt, vinden we in psalm 50. In psalm 50 vers 1 tot en met 6 lezen we een psalm van Asaf. De Heere, de enige ware God, neemt het woord en roept naar de hele aarde van oost tot west. God komt met een ongelooflijke, prachtige glans vanuit Jeruzalem naar ons toe. God is in aantocht en zal niet zwijgen, omdat hij moet spreken. Een laaiend vuur gaat voor hem uit en om hem heen davert een storm. God roept tot in de hemelen en naar de aarde om zijn volk te onderwijzen: Laten mijn volgelingen bijeenkomen, zij die mijn verbond erkennen. En mij hun offers brengen. De Hemel zelf laat horen wat recht en gerechtigheid is, want God is de enige rechter. De Hemel is getuige geweest van het verbond aan de sinaï, en zal het nu weer zijn als het verbond wordt vernield. De getuige geeft nu al te kennen dat God rechtvaardig is. De Heer heeft zich immers aan zijn deel van het verbond gehouden. God is niet alleen partij, maar is ook rechter, en Hij wordt bij voorbaat getypeerd als een rechtvaardige rechter. In het nieuwe testament lezen we in Johannes 5, vers 22, dat God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus, heeft opgedragen in Zijn plaats recht te spreken. In het vervolg, Psalm 50, vers 7, zegt de Heere: Luister, mijn volk. Israël, ik zal nu spreken en tegen u getuigen. Ik ben God, uw God. De Heer heeft met Israël een verbond gesloten. En dat is beschreven in Exodus 19 tot en met 24. Net voor de dood van Mozes, bijna 40 jaar later, wordt van de kant van het volk het verbond vernield. In de tijd van koning Josia vindt een verbondsvernieuwing plaats op basis van het gevonden wetboek. Na de ballingschap vernieuwt het volk in de tijd van Ezra en Nehemia opnieuw het verbond. Een dergelijke handeling vond wellicht vaker plaats. Maar Psalm 50 geeft aan dat dit ook lichtvaardig kon gebeuren. De situatie die wordt beschreven lijkt op een rechtszaak. De verschillende partijen zijn verzameld. Nu kan tot behandeling worden overgegaan. God zal gaan spreken, daarom moet er aandachtig worden geluisterd. Er gaat dreiging uit van de woorden en de toon is bijzonder serieus, maar er wordt in eerste instantie geen oordeel geveld. Wel wordt duidelijk dat er een vermaning zal volgen. De spanning blijft aanwezig tot die vermaning wordt uitgesproken. God noemt de offers om te voorkomen dat Israël daarmee gaat compenseren waarin het tekort schiet. De Heere heeft de offers niet nodig. Alles is al van de Heere. We lezen in Psalm 50: vers 8 tot en met 12. Ik wijs u niet terecht omdat u verzuimd zou hebben mij offers te brengen. Want ik heb al uw brandoffers gezien. Uit uw stallen neem ik geen stieren aan en ook geen bokken. Alle dieren in het bos zijn al van mij. Het vee dat op de berghellingen graast en al de rijkdom aan rundvee, alle vogels die op de bergen nestelen, ken ik en wat door het veld loopt, is al van mij. Wanneer ik honger heb, zal ik u niet te hulp roepen. Want alles op de hele wereld is van mij. De offerdienst was er niet voor de Heeren, maar voor het volk. En vormde de weg waarlangs het volk met Hem in contact kon komen. Zo kon er verzoening gedaan worden voor de zonde. En zo kon de dankbaarheid en aanbidding concreet worden gemaakt. Psalm 50, vers 13 tot en met 15. Eet ik soms het vlees van geofferde stieren? Drink ik soms bloed van geofferde bokken? Breng lof en eer aan God, dat is pas een echt offer. Kom uw belofte na die u aan de Allerhoogste hebt gedaan. Roep mij te hulp in moeilijke tijden, dan zal ik u redden en u zult mij loven en prijzen. In vers 13 worden twee retorische vragen gesteld, waarop het antwoord is. Natuurlijk heeft de Heere geen vlees en bloed nodig om zich te voeden. Als de relatie gezond is, zal de Heere op momenten van nood aanwezig zijn om zijn volk dat naar hem roept te redden uit de nood. Maar ook dan hoort de verheerlijking die hier als logisch gevolg wordt gepresenteerd bij de gezonde relatie met God. Hij verdient die verheerlijking. In scherp contrast met de eerder gehoorde woorden, wordt de toon in Psalm 50, vers 16 ineens hard en direct. De ongelovigen worden nu aangesproken op hun gedrag. We lezen in Psalm 50, vers 16 tot en met 23: Maar tegen de ongelovigen zegt God: Waarom bemoeit u zich met mijn wetten? Waarom spreekt u over mijn verbond? U bent immers alleen maar ongehoorzaam en laat mijn woord links liggen. U speelt onder één hoedje met de dieven. Overspel is u niet vreemd. In uw drift slaat u de vreselijkste taal uit en met uw mond bedriegt u. U keert zichzelfs tegen uw eigen broer. U roddelt over uw moeders andere zoon. Terwijl u dit deed, zweeg ik in alle talen. Nu verbeeldt u zich dat ik met u ben, en net zo denk als u, ongelovige, die God vergeet. Laat dit alles goed tot u doordringen, want anders zal ik u vernietigen en kan niemand u meer redden. Wie mij eert, brengt het ware offer. Aan wie die weg gaat, zal ik laten zien wat mijn heil inhoudt. In de volgende uitzending. Lezen we Zachariah 7, vers 8 tot en met 11. Geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-4784. 3, ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR Postbus 371, Postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En namens ons allemaal bedanken we u van harte voor het luisteren.